on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Beneden, beneden, omhoog, omhoog. Yes, Fish and King are back in town again. Ja, nou. Ja, ik ben dus eigenlijk gedegradeerd naar gewonnen. De vorige aflevering, als je die gezien hebt, moet je even checken. Aflevering 4, dit is aflevering 5. Ik moet nu dus... heb ik nou gekozen? Oh ja. Ik heb nu dus een sterretje minder. Ja. Ach, ik zal even terug. Oh, ik zal een andere visje... Oh, kut. Jij moet de andere, jij bent uit. Denk ik. Nou ja, ik zal... Nee, ja, doe maar jij origineel Juventus. Oh, heb je een andere? Wat grendel dit? Ja, die maar, de originele. Ja, dat is originele, ja. Dit is te lelijk. Ik pak wel Club Brugge met oranje shirt. Maar schelen. Ja, je zult afvragen waarom we nou in godsnaam zo spelen. Dat ik met Club Brugge en Heimertje Ventus speel, dat heeft dus te maken met... Ik moet een drie... als ik win, moet ik een half ster naar beneden. En van vijf ga ik naar vier, maar daarna moet je steeds een half ster naar beneden. Dat wordt ja. En Fischie mag dus nu met een vijf ster team spelen. Ik moet met Club Brugge een 3,5 ster ploeg moet ik zien te winnen van hem. Toch ziet deze al feller uit bij mij. Daarnet. Ja, ja, ja Paris Saint-Germain, die was gewoon aids gewoon op een of andere manier. Ze hadden gewoon echt, gewoon dik gewoon een feestje gehad of zo. Daar. Wat is dat dan? Laten we niet voortzetten. De doelman mag de bal weer in het spel brengen. Maar hebben we iets verkeerd ingesteld met die matige zei. Dat het gewoon de hulp helemaal weg is. Nee, was goed. Wordt dit een doel? Dat is toch geen doel? Zonder problemen. Ja, en nu? Oh, nee! Nee, oh, in! Druk verkeerde knop in. Oké. Oké, Chris. Marquisio. Nou. Jongen, joh. Oh. Nou, je solliciteert naar een... Nou, ik ben nog geen enkele keer ergens geweest. Oh. Balde, hé, je hebt hem. Was hij de bal niet echt gehad? Maar echt wel. Nah! Ja, je hebt hem niet voor de bal. Nah. Oh, wat slechte bal is dat. Oh nee, ja, die was wel slechter gelukkig. Ik heb een 7, want ik speel eigenlijk niet slecht met een slechte ploeg. En jij hebt gewoon weer een 2, dan doet het gewoon zo slecht eruit zien. Ik kan niet beter met dit, snap je? Dat is de simpel vis. Ja, simpel kan ook soms een oplossing zijn. Ja, oké. Okay. Ja, kom, je hebt er niet meer voor over gehouden, wat zeur ik nou? Ja, maar het is niet expres. Oh! Doorspelen, de scheidsrechter. De scheidsrechter komt terug op zijn beslissing en geeft toch een vrije trap. Wat is dat nou weer? Wat deed ik dan trouwens? Ik liep te dichtbij, denk ik. Gewoon. Ja, en nu? Nou, wat de scheidsrechter daaraan doen? Ik doe toch niks? Dat is geel. Wat? Geel voor jou. Tom jongen, Tom. Ja Tom. Zie je, ben met Tom en El. Ben met Tom en El is wel bellig, dat kan wel. Nou, mijn mannetjes hebben echt lepra gewoon jongen. 5 minutes, waarom zoveel? Ja, het wordt er eens. Oh, stop de bal, maar het gevaar blijft. Wat betekent dat zeg? Had je stress? Had je stress, eerlijk zeggen? Wat is het hier met haar? Oh, dus. De eerste helft is gespeeld. We spelen voor de meeste denk ik elkaar thuis, we spelen 5 minuten maar per helft. Het is weer echt, het gaat echt helemaal nergens over dit. Kom op. Het schot. Oh, fucking hell, zeg toch een kutvoetje van een of andere Belg wat is hier, rondje, denk ik. Een of andere kutvoetje ertussen van een Belg. Ja, maar ik moet echt van tevoren helemaal mikken, want ze zijn zo traag, man. Hé? De keeper mag trappen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, hè? Nee, heb ik het niet goed ingesteld. Wat een actie. Dat moet een doelpunt worden. Hé? Ik ga erin, hè? Godverdomme. Jezus, daar ga ik hem al even in. Maar dat komt ook echt door de instelling die we gedaan hebben. Zo, scheids. Jezus. What the fuck nou? Tom de Mul, hè? Ja, alles tegen nu. Ja, dat is link met die sterretjes. Er zijn weinig sterretjes. Dat is ook niet zo goed natuurlijk. Dan kan ik het al. Ja, dat... Mij is het extra moeilijk.
Ik heb een half gehandicapt te spelen natuurlijk. En nou moet ik... Oh. Wat weet ik, baby? Wat een goal! Oh, even trouwens. Even, wat een goal. Ook nog. Ja. Ik wist een keer de poppetjes zo traag. Kilo is 89, dat is ook nog zo leuk. Zo. Hij schiet hem niet slecht in ieder geval. Dit is echt waar, toch? Ja, dat is echt die AI, toch, Paul? Ja, die stelling. Dat is gewoon normaal gesproken 100% goal. Ja. Hoe gaan we het in de titel zetten dan? Dat, ah. Ik denk dat het heel slecht is, want het komt door die handmatige shit. Goed werk. Die vorige aflevering nog, ja. Ja, we moeten de vorige aflevering ook nog zetten, maar let op, handmatig. Kijk, dit soort dingen, die is normaal gewoon goed niveau, hoor. Ja. Die bal is natuurlijk voor de doelman. Hij speelt op het randje van buiten. Oh ja, natuurlijk. Maar dan moet je timing wel goed zijn, natuurlijk. Eens bal van mij. Victor Vasquez. De Sutter. Wat? Wat? Hè? Ja, natuurlijk zonder vier man die achter me voor mijn gevoel. Ja, maar ja, het zal wel in. Hij schiet, stopt het, oh. Maar het gevaar blijft. Hij komt er. Oh nee! Nee! Daar hoeft hij niet veel te doen. Oké, okay. Ver weg hoor. Oh, ver weg. Ik heb helemaal geen hulp, je moet echt zeggen wat je precies. Nee! Nee, dat was de kans nog! Fucking trick instemming. De wedstrijd is afgelopen. Ladies and gentlemen. Nou, het was wel duidelijk de bedoeling. Sorry voor de mensen, we hebben geen kans gehad. Maar het komt doordat je niet kan pasen. Ik zal het even laten zien aan de mensen wat we ermee bedoelen. Heb ik nou doorgedrukt? Oh, ik moet even doordrukken. Kijk, ik zal laten zien de mensen wat ze ermee bedoelen. Het lijkt even zien in de aflevering. Snap ze wat ze bedoelen? Nee? Ja. Kijk, als ik nu... Ik ga nou gewoon een wedstrijd starten. Kijk, je kan kiezen voor de mensen hier op duur speelheld 5 minuten. En ik heb sommige besturing heb ik op handmatig staan. Heb je? En dat moet dus staan op semi-CPU-hulp. Hij staat op handmatig. En daardoor... Ja. Vliegen we die bal wel de hele tijd. Heb je daar nog, gaat er nergens over. Daarom kon ik gewoon met Paris Saint-Germain gewoon helemaal niks doen zelfs. Nee. Ik denk al, wat zijn ze traag, man, die gasten. Ja. Maar volgende keer pas weer aan, dan krijgen we normale wedstrijden. Nu wordt het altijd 0-0 of 1-1 of 1-0. Dus ja, want nu kan je gewoon niet scoren bijna. Ja, is een wonder dat ik gescoord heb met die debielen dan vorige wedstrijd. Ja, het is een wonder dat ik nu een wereldgoal score. Ja, die schiet je wel goed in. Ja. Nou, like your shit, bitch.